En we beginnen met Maxje de Wit, omdat zij zulke domme dingen zegt. Nou, Maxje, ga je gang. Hoi, ik ben Maxje. Ik speel veel bij het Ricciotti Ensemble. En ik zeg vaak inderdaad domme dingen. Jamie heeft helemaal geen onderbroek aangetrokken vanochtend. Gekke Schotse mensen altijd. Hebben jullie hier gerepeteerd? En hoe lang? We hebben precies hier zelfs gerepeteerd. We zaten de hele week vanaf zaterdag, denk ik. Zaterdagochtend hebben we hier in het cultureel centrum van de Amerpoort in Baarn hebben gezeten. We sliepen in de gymzaal met z'n 40 op luchtbedjes. En naast het zwembad. En daar we dan s'nachts... Met hoeveel zei je? 42. Oh, s'nachts mocht... Nee, dat mag niet. We waren niet s'nachts in het zwembad. Daar zijn we niet in geweest, want dat was dicht en dat mocht niet. Ik ben hier dirigent sinds 2013 en dat is al 4 jaar eigenlijk. Dat gaat heel snel. Ja. En hoeveel leden heeft dit orkest? Heeft 41 leden. 41 leden die van conservatoria komen, voor een deel. Dus heel veel leden die zijn al rond de 23 jaar oud en studeren aan conservatoria overal in Nederland. En een deel is vergevorderd amateur. Ze doen allemaal auditie voor het orkest en vervolgens gaan ze een project mee. Hoeveel optredens doen jullie per week of zelfs per dag? Ik geloof dat ons gemiddelde per dag zo rond 5 zit. 4-5 per dag. Dat zijn dus gecombineerd geplande optredens, maar ook wildopjes, zoals we die noemen. Dat we gewoon onaangekondigd ergens binnen banjeren met ons orkest en een liedje spelen. Het wordt regelmatig gewaardeerd, maar ook wel eens wat minder. We komen met de bus aan. En dan is het natuurlijk afhankelijk van waar we spelen heel spannend hoe snel je moet opstellen als we in Schiphol een wild opje doen. Dan lopen daar maar de chaussee rond en dan moet je gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk staat en dan je noodspeelt voordat je weggestuurd wordt. Want als je eenmaal speelt dan is het publiek is enthousiast en dan is iedereen aan het juichen en dan kunnen ze wat minder maken. Vorig jaar gingen jullie naar Brazilië. Hoe is dat gegaan? We hebben daar gespeeld in hele arme wijken, in favelas. Soms heel gevaarlijk, omdat daar nu crisis is, zoals je misschien weet. En sommige favelas is het regelrechte oorlog. Dus de situatie is heel slecht. Maar tegelijkertijd was de reactie van het publiek zo overweldigend. Mensen zijn zo ingesteld op muziek en gewoon een feestje bouwen. Dus vaak als we aankwamen lopen, dan stonden ze al te springen en te juichen. En dat was echt heel erg bijzonder om mee te maken. En ben jij mee geweest naar Brazilië? Ja. Hoe was het? Fantastisch. Geen woorden voor. Dat was gewoon, het land is prachtig, de cultuur is prachtig, mensen daar zijn... Zo hartverwarmend en ze vinden echt alles wat we speelden was leuk, weet je. Ze zijn gewoon, ze horen muziek en ze zijn meteen enthousiast en meedansen en meeklappen, meezingen. Ja, dat is echt, echt fantastisch. En uit wat voor muzici bestaat het orkest?
Nou ja, ik denk dat het een speciaal soort muzikus is. Hè? Want als je naar klassieke muziek luistert, normaal, dan heb je vaak die situatie dat je allemaal stijve muzici op een podium hebt in zwarte pakken en zo. En dan een hele grote afstand tussen publiek en orkest. En dit zijn eigenlijk allemaal muzici die daar genoeg van hebben, die dat helemaal niks vinden. En die op zoek zijn naar net een andere situatie, dus veel informeler. En die echt proberen de liefde voor muziek en alle plezier die daarbij hoort echt te delen met het publiek. En met een heel ander publiek, dus met een publiek wat niet zo snel in een concertzaal zou komen. Hey, het lijkt een hartstikke serieus en dat is het ook, orkest, want jullie zijn echt topniveau. Maar als ik het zo hoor, hebben jullie ook wel qua jongensstreken. Ja, dat is het. Wat het voor mij ook juist het leuke maakt, is die combinatie tussen dat we eigenlijk het supergoed willen doen. Juist die optredens als vandaag ook, waar je niet precies weet of het publiek überhaupt door heeft wat er aan het gebeuren is. Dat je niet precies weet hoe ze gaan reageren überhaupt. Maar dat je toch elk nootje wil raken, toch precies zo mooi wil spelen als dat je anders in, weet ik veel, het kroketgebouw, zoals we dat noemen, het concertgebouw zouden spelen. Of waar dan ook anders voor groot podium, dat je juist hier die kwaliteit brengt. Maar ja, is voor ons ook gewoon te gek om tussendoor in een kilt rond te lopen en even stiekem je billen te laten zien. Ik bedoel, dat is ook gewoon leuk en dat maakt het ook toegankelijk, denk ik, voor het publiek. Ze hebben violen, altviolen, celli, contrabas hebben we. Dan hebben we houtblazers, hobo, fagot, saxofoons. Dat is heel speciaal, want normaal zitten er in een symfonieorkest geen saxofoons. En we hebben koperblazers, dat zijn mijn favorieten, omdat het altijd de gezelligste mensen in het orkest zijn. En we hebben percussie. En ja, die bezetting zorgt eigenlijk dat we alle kanten op kunnen. Dus we kunnen, zoals je toen net ook hoorde, naar Schotse muziek. We kunnen jazz spelen. We kunnen klassieke muziek spelen. En dat komt eigenlijk omdat die bezetting zo veelzijdig is. Jullie treden vaak op in Amersfoort. Nu heb je Scottish Fling heet het. En waar gaan jullie naartoe? Nou ja, Schotland. makkelijke vraag. We gaan eerst eventjes een weekje door Nederland crossen. En dan eindigen we in Haarlem. Daar stappen we dan, gaan we dan naar IJmuiden, stappen we op de boot naar Newcastle. Moeten we nog een stukje rijden naar Aberdeen. En dan vanaf Aberdeen zakken we eigenlijk af. Aberdeen. De hele tournee door Schotland? We zijn daar een week, de hele tournee, ja, we zijn daar best wel een tijdje. En als jullie terugkomen, wat doen jullie dan? Slapen. Eten en slapen. Ja, echt alleen maar dat eigenlijk. Je bent zo kapot na die 3 weken. Je geeft alles nog even in die laatste week en dan is het gewoon ook klaar. Ja. Dankjewel voor het komen, voor het luisteren, voor het klappen. Wij waren het Ricciotti Ensemble. Tot de volgende keer. Wij gaan op tour. Tot ziens.